toen ik jong was, durfde ik daar eigenlijk met niemand over te praten. Terwijl, ja, iedereen kan zich invullen. Of je nou 100 vrienden hebt op Facebook of 500.000. Dit is Rauwkost. Je kent het wel. Je post een foto op Instagram en binnen no time heb je tientallen likes. Oh! Een paar minuten later vraag je in de groepsapp wie komt me helpen met verhuizen. Niemand. Het blijft de dag stil. Met al die vrienden en volgers op social media zou je denken dat jongeren zich nooit eenzaam voelen. Niks is minder waar. Vandaag ga ik het erover hebben met Anna Alicia, bekend van So You Think You Can Dance en Lisa. Voordat we gaan naar Anna Alicia en Lisa heb ik even een sociaal experiment. Twee mensen die elkaar helemaal niet kennen en elkaar helemaal ook niet gaan zien, gaan elkaar beoordelen op basis van hun Instagram profiel. En we beginnen bij jou, Fahad. Ze heeft wel Koningsnacht gevierd. Houdt waarschijnlijk van uit eten gaan. Ja. Sportief? Ja. Sportief. Feestfoto's. Hij heeft heel veel followers. Ja. En hij heeft ook heel veel likes. Heel veel bezig met zijn uiterlijk? Of... Ja, weet je wel, okay. Denk ik. Maar ja. Ook wel zelfverzekerd. Ja, ik zet gewoon vaak mooie foto's. Ja. Mooie foto's in de zon, dat soort dingen vind ik ook heel leuk. Beetje de norm, hè? Ja. Om je leuke momenten te delen. En, klopt. Waar je het best uitziet. Vrolijke dingen. Leuke dingen. Die graag wil delen. Zoals jullie hebben gezien, aan de hand van een Instagram profiel kan je bepaalde dingen misschien wel zien, maar bepaalde dingen ook helemaal niet. Want niet alles wordt daar gedeeld. Laten we Anna, Alicia en Lisa nu gaan checken. Een mooie dag. Als het goed is, wordt Anna, Alicia hier. Dus, ga even wachten. Ik kan erop toezingen. Anna, Alicia. Krijg ik nu een serenade van je? Anna, Alicia. Oké, open de deur maar. Ik ben zat. Ja. Hallo, Huggies! Tegen de eenzaamheid! Anna Alicia, we kennen jou van So You Think You Can Dance. Bekend en actief danseres. Hoe kan het dan in die grote wereld, die grote tv-wereld, mediawereld, dat je je dan toch eenzaam voelt? Om te beginnen is er een groot onderscheid eigenlijk die je moet maken tussen je alleen voelen en alleen zijn. Je alleen voelen is iets wat kan gebeuren ook als je te midden van een groep mensen bent. Toen ik jong was, durfde ik daar eigenlijk met niemand over te praten. En ik had altijd het gevoel dat ik sterk moest zijn en ja, alles in mijn eentje opknappen eigenlijk. En dat is best wel een zware last. Ook in de tv-wereld zijn de meeste van je contacten eigenlijk heel vluchtig. Het is een snelle wereld, iedereen is druk. Er worden niet echt hele, af en toe wel, maar niet heel veel echt hele hechte, diepe vriendschappen ontstaan er. Ja. Ja, dat is iets ook wel iets wat ik herken. Ik zit natuurlijk ook een beetje mediawereld, tv-wereld, YouTube en dergelijke. Je hebt wel contact met mensen, maar als je dan contact hebt, is het meestal toch wel zakelijk. Je hebt misschien wel een lunch, maar het is ook een zakelijke lunch. De enige manier om ervan af te komen of om er mee om te leren gaan, je moet het accepteren dat het er is en vervolgens ermee leren omgaan. En ja, voor mij is dat dus altijd mijn dans geweest. Anna Alicia, jij bent een van de initiatiefnemers van het Our Life Project. Wat houdt dat precies in? Our Life Project is een online vlogproject. 9 jonge meiden tussen de 18 en 25 jaar. De gemeenschappelijke factor die ze hebben is dat ze allemaal te maken hebben gehad met eenzaamheid. Een van deze mooie meiden is Lisa. Kom eens hier. Yay! Lisa! Feestelijk tussen twee Lisa, mooie Lisa, meiden. Lisa. Jongens. Hoi, Lisa. Hoi. We zijn dus hier met Lisa. En jij bent dus ook onderdeel van het Our Life Project. Dat klopt. Hoe ben jij onderdeel geweest van eenzaamheid? Of hoe heb jij dat ervaren? Het gevoel van alleen voelen kwam niet vanuit thuis. Het was meer zeg maar de impulsen vanuit, nou ja, maatschappij. Nee, het is inderdaad een besef wat jongeren vaak niet hebben. Doordat ze alleen maar al die mooie dingen zien, vergeten ze... Dat er ook gewoon, ja. Er is natuurlijk een andere kant van het verhaal en van het foto. En 500 Facebook-vrienden in mijn ogen staan niet gelijk aan één goede vriend in real life. Ik denk wel dat er mensen zijn die denken van ja, die Defano, hij heeft zoveel volgers overal, dus hij kan zich nooit eenzaam voelen. Terwijl ja, iedereen kan zich eenzaam voelen. Of je nou 100 vrienden hebt op Facebook of 500.000, het is niet hetzelfde. Het staat niet gelijk aan vrienden in real life. Nou, ik denk van het is gewoon mooi weer, weet je. Ik zit hier met twee mooie dames, het is mooi weer, ik zie er goed uit. Ik denk gewoon, laten we gewoon even de hort op gaan. Oké, let's go. Ga naar het Vondelpark, dat zit erachter. Ja. We zitten hier natuurlijk wel met het ijsje, lekker weer. Maar wanneer je eenzaam bent, heb je hier eigenlijk helemaal geen zin in.
Je wilt je alleen maar terugtrekken eigenlijk en het om je heen hebben. Maar diep van binnen wil je dat juist wel eigenlijk. Wat zou jullie zeggen tegen andere mensen die ook met dit probleem zitten? Zijn er tips, zijn er tricks die ze echt kunnen uitvoeren om uit die eenzaamheid te komen? Ik zou echt praten, ik zou je gewoon openstellen. Praten met wie dan? Bij een vertrouwd iemand. Weet je, ook al is het niet misschien bij je vader of moeder, dan bij een vriend of een vriendin. Probeer gewoon de leuke dingen te zoeken in op je elke dag eigenlijk. Probeer gewoon een geluksmomentje en schrijf het op. Maak inderdaad geen aannames voor anderen. Denk niet voor iemand anders. Ja, be yourself. Jongens, dit was weer een aflevering van Raukost. Geef dit filmpje natuurlijk een duimpje omhoog als je hem tof vond. Abonneer op ons kanaal. Abonneerlink staat in de beschrijving. En ga natuurlijk alle andere afleveringen van Raukost bekijken, man. Ze zijn zo mooi en je hoeft je niet alleen te voelen. Dus wil ik zeggen, bye bye, smile, smile. Ik ben niet alleen. Meer zien? Ga naar npo3.nl/raukost.